super leuk dat je bent bij deze nieuwe Sakintos vlog. Deze dagen waren echt het leukste van de hele vakantie. We hebben namelijk met schildpadden gezwommen, gejetskied, een bootje gehuurd. Het was echt bizar leuk. Dus vergeet zeker niet de video af te kijken. Zoals je ziet is de helft nog niet geabonneerd, maar kijkt wel. Dus ben je nog niet geabonneerd, vergeet me zeker niet te supporten door op die rode knop te klikken. Goedemorgen allemaal, welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag dinsdag. We gaan nu ontbijten, het is 9 uur. Ik heb even een bikini aan, daarover deze cover. Echt super mooi. Het ontbijt sluit hier eigenlijk om 9:30, dus we moeten een beetje opschieten. Dan gaan we daarna even een duik in het zwembad nemen. En daarna gaan we vandaag naar Turtle Beach. Daar schijnt dus heel mooi schildpadden ook te zijn en zo. Dus vet, vet gaaf. Dus het wordt helemaal leuk. En we willen ook gaan jetskiën vandaag. Helemaal leuke planning. Dus we gaan nu eerst even wat eten en zo. En dan gaan we allemaal leuke dingen doen. Jongens, we hebben weer een heerlijk ontbijtje gepakt. We gaan vlak op eten hier ook. Oké, we hebben net even ontbeten. We zijn uiteindelijk niet gaan zwemmen, want we hadden er niet veel zin in. Ik heb dit super mooie badpak aan van Savoel. Van achter heeft hij dus echt helemaal een open rug. Dus wordt je wel nog gewoon lekker bruin. Ik dacht, ja, ik ben al best wel bruin geworden. Dus op zich kan ik wel weer een badpak aan. En ik word hier alsnog wel gewoon best bruin in. Dus dat is chill. En we gaan dus zo meteen naar Turtle Beach. Helemaal zin in. En ja, we gaan even spullen pakken. En dan gaan we eigenlijk. Oké, we zijn helemaal ready. We hebben ook even dus een koelkast. Ja, dat is zo met shoppen. Met het supermarkt gekocht. Dus we hebben lekker water, wijn en bier. We gaan dus vandaag naar Turtle Beach. En het is hier niet zo ver vandaan. 20 minuutjes rijden of zo. En ja. Lekker mijn zonnehoed erop. Ik was helemaal vergeten dat ik die mee had. Ik heb gewoon dit aan als outfit. En oh wacht. Laten we deze ook maar vast in de auto leggen. Ja, dan gaan we weer met onze mooie rode wagen. Gaan we hoor. We waren net bij Turtle Beach, maar vonden het niet echt heel erg leuk eruit zien. Het was best wel klein en rustig en we wilden eigenlijk echt bij dat eiland, dat Comeo Island, gaan snorkelen met de schildpadden. Dus dat is hier echt 4 minuten vandaan, dus we zijn daar nu even naartoe aan het rijden. Kijken of we hier hopelijk kunnen parkeren en zo. En ja. Even zwemmen en snorkelen. En je kan hier dus geen jetskis huren. Omdat hier dus de schildpadden zitten. En dus mag je niet bepaalde snelheid. Dus of we gaan gewoon een andere dag naar Banana Beach. En dan een jetski huren. Misschien morgen of zo. Misschien wel even. En dan gaan we vandaag gewoon lekker hier chillen. We zijn nu bij Comeo Island. Daar kan je dus op met die vet leuke brug. Dus dat gaan we ook even doen. We zijn even hier aan het kijken hoe het eruit zag. Je hebt hier verder niet echt een strand of zo. Dus als we naar het strand willen, dan gaan we denk ik gewoon weer daar even heen. Oké, we lopen nu op de mooie brug naar Comeo Island. En we hebben ook even gevraagd hoe het zit met bootje huren en zo. Dus dat willen we misschien morgen gaan doen. En dan ja, zegt het best voor 4 uur en dan kan je verschillende dingen bezoeken. De Carry Caves en een ander eiland hier, de schildpadden. Dus dat zijn we ook sowieso van plan om te gaan doen. Dat is super leuk. Maar nu even lekker snorkelen hier. Want hier zijn dus de schildpadden. Maar als we dus zo'n boot huren, dan zien we ze weer, hè? Schildpadden. Zo cute. Ik heb nog nooit een schildpad gezien in mijn leven. Echt leuk. Nou ja, in het dierentuin, maar niet in het wild. Zo schattig. Zo cute hier. We mochten net ook een foto maken. Dus over 50 minuten hangt daar dus onze foto. We moesten wel 5 euro betalen om op het eiland te komen. Maar je krijgt dus wel een foto. Dus dat is echt super leuk. Ik ben benieuwd. Cute. Het is wel leuk hier. Ja, heel leuk. We zijn nu op Comeo Island. Hoe cute is dit hier? We gaan hier even snorkelen, kijken of we wat leuk zien. Tot nu toe zien we nog geen schildpad, maar ja, daarnet zag ik. Ja, maar vanaf boven.
Hey guys, we zijn weer bij Banana Beach. Want hier willen we dus gaan jetskiën. We vonden verder dat er bij Cameo Island niet echt een leuk strand was. En dit vonden we echt de vorige keer een super leuk strand. Dus we gaan hier lekker chillen. Jongens, we zijn op het strand. We zijn dus op Banana Beach. En we zijn nu bij een ander strandclub. Volgens mij heette dit Banana Baya. Zoiets. Baya Club. We hebben een lekker bedje gehuurd. We liggen lekker aan het strand. Heerlijk, chill. We gaan even wat burger en eten bestellen. Ik denk dat ik een kipburger neem. Of een club sandwich. Ik twijfel erg. Ik weet niet waar ik zin heb. Maar ik heb echt best wel honger. Want het is al 2 uur. Dus, en we hebben alleen nog maar ontbeten. Dus even kijken. Oh jongens, we hebben echt 2 fucking lekkere chicken burgers. Met frietjes. Echt heerlijk even genieten. Jongens, we hebben even lekker een mojito besteld. Liggen heel tot de zon hier van het Unoanet. Zo chill. Het is nu echt al bijna 4 uur volgens mij. Hoe laat is het? Even kijken. Ja, het is bijna dus 4:15. En we willen ook nog gaan jetskiën. Echt leuk. Dus helemaal chill dagje bij het strand. Oké jongens, ik ga hem proeven. Mmm! 1 hap suiker. Wel lekker. Even een beetje roeren. Alright guys, het is inmiddels al 4:15. Ik lig echt de hele dag lekker hier te zonnen. Heerlijk. Zo meteen gaan we dus een jetski huren. En dus is voor een kwartier €50 met z'n tweeën. Dus dat is op zich best prima. Is wel leuk. En dan gaan we natuurlijk ook filmen met mijn telefoon. Met die hoester omheen. Dus ja, super chill. We liggen hier echt de hele dag gewoon lekker te zonnen en te chillen. Echt een heerlijk dagje. Nou jongens, daar gaan we. We moeten eerst even zachtjes hier, maar fucking leuk ouwe. Gaan we nu al 30 km per uur. Nou guys, we hebben net gejetskied. Het was zo leuk. Ik vlog even met mijn telefoon, want ik weet niet waar mijn camera is. Alleen, we zijn dus bij een verkeerd stuk omhoog gegaan. Dus we moeten fucking ver lopen. We zijn echt nog een paar minuten aan het lopen. Auto. Een paar minuten. Maar het is echt zo heet. Het is echt... Kijk, hier zitten we. Banana Baya. Maar oh... Ik ben ook helemaal verbrand bij mijn kont. Echt bizar. Maar het was zo leuk. Ik hoop dat het een beetje goed is overgekomen op de video. Maar het was echt fucking leuk, man. Echt een aanrader om te doen. Nou jongens, we zitten nu even lekker buiten. We hebben net nog een duik genomen in het zwembad. We gaan hier even een potje Uno spelen. Ik heb lekker wijntje, chippy en trouwens... Cameo Beach is er dus ook een foto van ons gemaakt en het zit in de sleutelhanger. Vet schattig. Krijg je gratis. Je moest €5 betalen dat je het eiland op mocht, maar je krijgt dit wel gratis. Hartstikke schattig. En we hebben dus super schattig restaurantje gezien op de terugweg toen we hierheen reden. We zijn maar terug naar het hotel. Met schommels en heel erg schattig aan het water. Wel hoog, een soort rooftop bar. Dus we willen eigenlijk een soort van, ja, proberen om daarin te gaan. Ik heb net al naar 2 nummers gebeld, maar allebei de nummers namen niet op. Het is hier 3 minuutjes vandaan, dus we gaan er gewoon lekker rijden. Dat heet volgens mij Agulos of zo. Wat was nou? Agulos. Agulos. Agulos Hotel. Het is een beach hotel, maar je kan er ook eten op een restaurant. Dus nou, we gaan er zo even langs rijden. Misschien kan het wel gewoon, dus hartstikke leuk. Oké guys, we zijn helemaal gedoucht en omgekleed. Ik heb dit super schattige jurkje van Shein aan. Heel erg cute.
En ik heb ook dit tasje van Shein erbij. Helemaal cutie. En deze hakken van Naked. Nou, hartstikke leuk. En we gaan dus nu uit eten bij dat super schattige tentje. Ik hoop dat er nog plek is. Oh jongens, we hebben lekker steken taart en een soort, ik heb echt geen idee wat het is, een soort bakbouw met kip. Heel lekker. Oh jongens, we hebben weer lekker sushi. Oh, love it. Oh my god, jongens, kijk hoe lekker dit toetje is. We hebben red velvet pancakes met Oreo en allemaal hele lekkere dingen. Goedemorgen allemaal, welkom bij een nieuwe dag. Het is vandaag woensdag. We zijn even aan het ontbijt hier. En we zijn een beetje aan het opschieten, want we hebben zometeen dus een boot gehuurd. We gaan lekker varen en dan gaan we langs allemaal mooie plekken. Langs grotten en eilandjes en hopelijk gaan we ook schildpadden zien nu. Dus helemaal een leuke dag. Nou jongens, we hebben ons bootje. Het is echt een superleuke boot. Misschien zie je het daar nog in de verte. We hebben dus gewoon zo'n boot. Stan die kan gelukkig varen, want in Nederland hebben we ook een boot. Tuurlijk. Dit is het bootje. En ook zonnescherm. En kijk, het is echt groot. Het is eigenlijk voor 8 personen. Je kan er in ieder geval met 8 personen in, maar wij gaan lekker met steentjes dus. Heerlijk. En nu gaan we de hele dag toeren. We hebben tot 3:30, hè? Schreef je op. Dat is nu 10:30. Oh, echt? Ja. Dus we kunnen echt zowat de hele dag. Echt super chill. Dus we kunnen ook gewoon lekker even een anker uitgooien. We kunnen hier gewoon heerlijk liggen. En het was €100 voor 5 uur. Dus tip, wil je een bootje huren, doe het bij Turtle Beach. Want hier is het gewoon de helft goedkoper. We wilden een kilometer verderop bij Cameo Island. En daar was echt gewoon het dubbele geld. Dus wil je een bootje huren, doe het bij Turtle Beach. Wij hadden bij Mantos hier gehuurd. Dus nou ja, echt een tipje. We gaan lekker varen. We gaan eerst kijken of we turtles kunnen zien. En het water is hier zo blauw. Ik word helemaal blij. Kijk hoe leuk. Lekker zeg. Oh my god jongens, we zagen een schildpad, maar we reden het hard voorbij. Dus nu moeten we even terug. Maar oh my god. Zo leuk. Zo'n mooie plek. Daar zijn ook grotten, daar gaan we zo meteen in. Echt jongens, dit is zo een aanrader om te doen. Het is zo, het is zo ziek mooi, ik zweer het. Het is echt zo ziek. Zie dan, kijk dan hoe groot. Het is echt niet normaal jongens, ik hou van dit land. Eiland. Wauw. Het water is hier zo chic helder. Niet normaal. We zijn nu bij dus een... het stinkt hier. Oh, dat is dat. Dat is die geur. Nee, ik weet niet of je er doorheen past. Wat denk je? Oh my god, het stinkt hier. Mogen. Holy fuck, ouwe. Nee, dat gaat hem niet worden. Ga maar weg. Oh nee, oh nee. Zo, het stinkt hier echt naar de... Niet normaal. Maar het water hier schijnt dus echt als een soort spa te zijn. Dat is ons verteld. Als je hierin gaat, het is gewoon heel goed voor. Ja, heel veel zwavel zit erin. Heel veel zwavel. Maar het meurt, jongen. Holy fuck, ouwe. Holy shit. Maar het is wel echt ziek mooi. En ziek blauw. En helder. En perfect. Echt leuk dit. Echt aanrader, ik zweer het. We zijn bij de Carrie Caves. Echt het water hier, echt, ik vind het zo bizar.
En we gaan nu een grot in, want er stond dus een roze boot in de grottenpast. Dus ik ben heel erg benieuwd. Hij gaat daar niet heen. Kijk, hier zijn dus die grotten daar. Ziek vet. Water, jongen, dit lijkt echt gewoon een zwembad, gewoon zo blauw. Zo ziek. Oké, guys, we hebben nog geen nieuwe turtle gezien, dus we gaan hier nu even snorkelen. Hier hebben we ze vanochtend wel een beetje gezien. Dus hoop als we gaan snorkelen dat we ze misschien tegenkomen. Erbij. En toen ging hij naar me toe zwemmen. Volgens mij wel. En toen ging hij naar me toe zwemmen en toen ging hij een soort blazen. Toen was ik bang, jongen. Ik was helemaal in de stress. Maar het was zo gaaf. Nou, jullie hebben de beelden gezien. En hier zit hij nu. Hij zit hier, ja, hij zit hier. Oh, kleine Titi. Hallo. Ik ga nu onder de boot. Jongens, dit is zo gaaf. Holy shit, ik heb nog nooit zoiets cools meegemaakt in mijn leven. Ik heb gewoon met die schildpadden gezwommen. En op een gegeven moment waren het dus twee. Het was zo vet. Oh my god. Volgens mij is dit dus de baby, jongens. Ja, dit is de baby. Ik zweer het. Die ik dus net ook zag toen ik aan het snorkelen was. Oh my god, jongens. Dit is zo leuk. Ik ben zo blij. Oh my god. Zullen we ook hier zwemmen? Dan moeten we aan het strand gaan liggen. We zijn hier in een grot. En je kan dus hier door die grot heen zwemmen. Fucking grappig. Ziek, man. Oké, jongens, we komen net van de boot af. We moesten ook nog 40 euro benzine betalen. Want we hebben alleen maar heel hard gereden. Maar het was echt waard. Het was zo leuk. Echt niet normaal. We hebben echt heerlijk genoten. Dus echt, ja, echt aanraden. Echt zo leuk. We zijn nu onderweg naar een beachclub met een zwembad. Want we hebben echt zin in een zwembad en niet in een zee. Ik hoop dat dat zwembad open is. Dan gaan we even lekker zwemmen daar. Oké, jongens, we zitten nu bij het tentje Hamza. Super leuk hier. Ze hebben dus een zwembad. Bij de strandtent. En dan zitten ze ook aan het strand. Super chill. En we hebben allebei even een koekdootje besteld. Dat hebben we niet gevonden ofzo. En we gaan vanaf iemand eten. Dus gewoon ook lekker. Oké, guys. We zijn net terug in het hotel. Net echt bij een super leuk restaurantje gezeten. Je kan dus ook lekker zwemmen. We hebben ook even gezwommen in het zwembad daar. En lekker drankjes gedaan. Zo'n leuk muziekje aan. En dus net even gedoucht. Ik heb nu dit vet leuk jurkje aan van Naked. En daaronder heb ik een bralette van Lounge. Heel erg schattig trouwens. Het is een broekpak. Dus dat is ook heel erg chill. En daarbij heb ik dus deze zwarte hakjes van Naked. Helemaal cute outfit. En heb ook een mooie rug. Detail. En wij gaan nu even op het balkon zitten en even spelletjes spelen. Want om 8:30 hebben we bij een heel erg leuk restaurant gereserveerd. Waar we eigenlijk dus gisteren wilden eten. Maar dat zat helemaal vol. Dus zijn we meteen voor de volgende dag gereserveerd.
Alright guys, ik heb me een beetje opgemaakt. Ik heb eigenlijk weer zoals altijd mascara gedaan. En dat zit. Ik heb leuke oorbellen in. En dus dit leuke jurkje. Super cute. En we gaan nu bij een heel schattig restaurantje eten met schommels. Waar we dus gisteren heen wilden gaan. Kijk jongens, hier is het dus. Het heet volgens mij The Garden. En je hebt dus allemaal leuk van die schommels. Waar je eet. Hoe schattig. Jongens, we hebben lekker ons eten. We hebben pita's met gyros kip. We hebben zucchini fries of zo. Ik weet niet precies wat het eigenlijk is. We hadden hier nog een soort spring rolls. Dat is echt super lekker. Goedemorgen allemaal. Ik ben vergeten de vlog gisteren af te sluiten. Dus ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze nieuwe vlog. En morgen komt alweer de laatste Zakynthos vlog online. Zo jammer. We hebben nog 2 dagen hier. En het is zo leuk, maar oh, ik ga het zo missen allemaal. Maar in ieder geval, check morgen sowieso de laatste vlog.